allemaal en wat leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe aflevering van mij. En dit keer is er 100 vragen die niemand ooit aan je stelt. Tag of zo? Ik heb geen idee. Voordat ik ga beginnen wil ik jullie vragen om die like te geven en hoe leuk is het om met 100 vragen 100 likes te halen. Dus voor elke vraag wil ik een like. Verdelen jullie maar wie wanneer welke like geeft. Oké, dit is een beetje een te lange tag om jullie mee te laten doen. Het duurt ook misschien heel lang, maar ik ga proberen er snel doorheen te gaan. Vraag 1. Slaap je met je raam open of dicht? Alleen zomers open. Vraag 2. Neem jij de shampoo/conditioner flesjes uit hotel mee? Ja. Slaap jij met je dekbed ingestopt of niet? Alleen als ik in het hotel slaap. Daarna, thuis niet. Vraag 4. Heb jij ooit een verkeersbord gestolen? Ja, exposed. 5. Gebruik jij post-it notes? Nee. 6. Knip jij kortingsbonnen uit zonder ze ooit te gebruiken? Nee. Word je liever aangevallen door een beer of door een zwerm bijen? Ik wil heel graag met een beer knuffelen, dus een beer. Heb je sproeten? Nee. Lach je altijd op foto's? Nee. Wat is je grootste ergernis bij mensen? Liegen. 11. Nou, weer bij 11. Ik noem niet elk nummer elke keer. Tel je de stappen die je maakt als je loopt? Op zebrapaden wel en als ik trap loop ook. 12. Heb je ooit geplast in bosjes? Ja, als klein kind. En gepoept? Wow. Heftig. Nee. 14. Dans je wel eens terwijl er geen muziek op staat? Ja. Bijt je op een pen? Nee. Kun je zeilen? Nee, ik weet het niet. Hoe groot is je bed? 2 bij 1,80 of 2? Nee, niet 2 bij 2. 1,80 bij 2. 20. 1,80 bij 2,20. Denk ik. Nee, dat is mijn dekbed. Nou, ik weet het niet. Zoiets. Wat is je favoriete liedje deze week? Wow. Heftig. Die van... weet ik niet. Mannen die roze dragen. Dat is helemaal hip. I love it. Vraag 20 alweer. Kijk je nog steeds tekenfilms? SpongeBob? Ja. 21. Wat is je minst favoriete film? Films die gewoon slecht zijn, denk ik. Ja, ik weet het niet. 22. Waar zou jij je schat begraven als je er een zou hebben? In mijn broekzak. Wat drink je bij het avondeten? Water. In wat voor saus dip jij je kipnugget? Chili. Wat is je favoriete eten? Hollandse stampot. 26. Welke film kun je keer op keer kijken en word je nooit zat? Prinses Terry's? Geen idee. 27. Wie is de laatste persoon die je een kus hebt gegeven? Nou, mijn vriend. 28. Ben je ook een scoutingsmeisje geweest? Nee. Zou je ooit strippen of naakt poseren? Nee. Wanneer heb je voor het laatst een brief geschreven? Vorige week. Kan jij de olie van je auto vervangen? Tuurlijk. Vraag 32. Heb je ooit een boete gehad voor het hard rijden? Nee, want ik rij geen auto zelf. Ooit zonder benzine gezeten? Ja, dat wel. Ik ben bijrijder. 34. Favoriete broodje? Zo'n zonnebloempitten broodje. Wow. Volgende vraag. Ben je... nee, dat heb ik al gehad, die vraag. Het lekkerste ontbijt? Suderans met een geroosterd broodje met wat... Hoe heet dat spul? Margarine en zo. Nee, halverine eroverheen. Wow. Lekker. Hoe laat ga je naar bed? Meestal tussen 12 en 2. Ik wil eigenlijk veel eerder op bed. Ben je lui? Soms wel. Hoe ging je verkleed tijdens carnaval als klein kind? Ik heb nooit carnaval gehad. Wat is je Chinees sterrenbeeld? Geen idee. Het is in ieder geval schorpioen in het Nederlands. Hoeveel talen spreek je? Nederlands, Fries, Engels en een heel klein beetje Duits. Dus 3,5 of zo. Heb je een tijdschriftabonnement? Nee. Jawel, het Visblad. Jee. Vraag 42 alweer. Wie zijn beter? Ajax of Feyenoord? Ik doe geen oordeel over rood-wit. Ben je koppig? Ja. Wie is beter? Tyra of Oprah? Ik denk dan toch Oprah. Kijk je naar soaps? Ja. Heb je hoogtevrees? Ja. Zing je in de auto? Nee. Zing je in de douche? Nee. Dans je in de auto? Hoe de fuck wil je dat doen? Nee. Ooit een pistool gebruikt? Ik heb er wel een vastgehad, maar niet gebruikt. Wanneer heb je voor het laatst een portretfoto laten maken? 2 jaar terug. Vind je musicals stom? Nee. Vind je kerst stressvol? Nee. Ooit pierogi gegeten? Nou, als ik niet eens weet wat het is, dan zeg ik wel nee. Favoriete fruittaart? Ik denk toch iets met aardbeien. Wat wilde je vroeger worden? Ik wilde altijd... begrafenisondernemer of zoiets, weet je wel. Nee, ik wil altijd in de dierenzorg. Ja. Geloof je in geesten? Jij mezelf? Nee. Ooit het déjà vu gevoel gehad? Altijd, bijna elke dag wel. Wat voor vitaminepillen neem je dagelijks? A, B en C en D van Mytopia. Nee, ik neem geen pillen. Ik doe het gewoon liever met echt fruit. Draag je slippers? Zomers. Draag je een badjas? Heel weinig eigenlijk. Wat draag je in bed? Moet dit echt serieus nu? Gewoon nachtkleding? Eerste concert? TMF Awards was ergens toen met Robbie Williams nog heel lang geleden. Kruidvat, Edels of DA? Ik heb in Kruidvat gewerkt, maar ik kies DA. Wee. Nike of Adidas? Dan kies ik toch Nikeda's. Cheetos of Doritos? Doritos. Pinda's of zonnebloempitten? Zonnebloempitten. Ooit van de groep Tres Bien gehoord? Ja. Ooit danslessen gehad? Ja. Ik heb op dansles gezeten. Wat voor beroep doet jouw man later? Mijn man later? Mijn man leeft al in latere tijd. Maar het is niet een politieagent geworden. Oké. Kan jij je tong oprollen? Ja. Ooit een spellingswedstrijd gewonnen? Nooit echt een wedstrijd gehad. Wel dictées. Heb je ooit gehuild omdat je zo gelukkig was? Ja. Heb je recordable cd's in huis? Ja. Heb je recordable cd's branden? Kun je recordable cd's branden? Ja. Brand je vaak wierook? Wow. Brand je vaak wierook? Niet meer, want dat zeggen dat het geesten oproept. Dus nee, liever niet. 77 zijn we alweer. Ooit verliefd geweest? Tuurlijk. Wat een domme vraag. Naar welk concert zou je graag willen? I don't know. Ik ben niet zo van concertganger, zeg maar. Wat was het laatste concert dat je bezocht hebt? Ook de TMF Awards, maar dan een ander jaar. Hete thee of ijsthee? Ijsthee. Thee of koffie? Dan toch maar thee. Mars of Snicker? Snicker. Leuke grap tussendoor. Het is groen met nootjes. Laat even een reactie achter. Dan leg ik straks wel even uit hoe en wat. Kan je goed zwemmen? Ja. Kan je onder water zonder je neus dicht te knijpen? Ja. Ben je een patiënt? Nee. DJ of een band? Een DJ of een band op je bruiloft? Een band. Ooit een wedstrijd gewonnen? Ja, heel veel. Heb je ooit plastische chirurgie gehad? Nee. Wat vind je lekkerder? Groene of zwarte olijven? Geen enkele. Nou, dan zijn we bij vraag 90. Maar voordat ik dat doe, geef ik nog even antwoord op de vraag. Het is groen en het nootje is, dat is Kermit de Snicker. Oké, lollig, haha, grappig. Klag me wat. Vraag 90. Kun je haken en braaien? Ja, of haken of braaien. Ja, kan het allebei. Vraag 91. De beste plek voor een open haard in je huis. Wil je trouwen? Met jou? Ik ga echt niet trouwen met een document. Doei. Als je getrouwd bent, hoe lang dan? Nou, zo lang mogelijk. Wie was je middelbare schooltijd crush? De politieagent van de school. Oké, ga verder. Word je boos als iets niet gaat op jouw manier? Ja, heel erg. Ik ben echt boos dan. Oké, volgende vraag. Even kijken, ben je boos? Heb je kinderen? Ja, 2 honden. Wil je kinderen? Ik weet het niet. Wat is je favoriete kleur? Cyaan. Vooral blauwe kleuren. Blauwe kleuren. Hoe wil je begraven worden? Nou, in een kist met 6 planken. En dan wil ik het liefste in het vuur gegooid worden. Crematie. Vraag 100. Mis je nog iets? Ja, ik mis nog iets. Geen idee wat, maar dat mis ik. Ik weet het niet. Nou, dit waren ze, alle 100. Ik hoop dat het toch een beetje snel is gegaan. Ik hoop dat het een beetje duidelijk was voor jullie. Op de achtergrond konden jullie lekker meegenieten van weer een nieuwe minigame. Dus ja, ik hoop dat jullie echt die 100 likes kunnen achterlaten. Want dat is gewoon leuk. 100 vragen, 100 likes. Jee. 100 reacties zou ook leuk wezen. Ja. Nou, bedankt voor het kijken. En tot de volgende tag. Doei doeg. Oh ja, trouwens. Ik heb ook weer Twitter, hè. Of Twitter had ik al een tijdje. Volg me op Twitter. Link staat in de beschrijving. Ik heb ook Instagram voor het eerst. Jee. Maar daar doe ik niks van games en zo op. Dat is puur een tekenhobby / probeersel upload-achtig iets. Tot de volgende keer. Doei doei.